Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen. Dat Hij het verstand van een ieder verlicht, zodat een ieder de juiste keuze kan maken. Voor zijn eeuwig leven. Niet voor zijn leven op deze ellendige wereld, maar voor het eeuwig leven. Goed, ik heb gesproken over de ziel. Gisteren heb ik gesproken over. Dat Jezus zei, wat baat het de mens dat hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest? Wat baat het dat iemand de hele wereld heeft, maar schade leidt aan zijn eigen ziel? Dat zei de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft toen ook een gelijkenis gebracht, zodat de mensen konden begrijpen. Het belang van de ziel. Het belang van de ziel en de armoede van de rijkdom. Kijk, hij zei: De erfenis van een rijke man. Het land van een rijke man had veel opgebracht. Jezus heeft deze gelijkenis onderwezen. Dit is niet een geschiedenis, dit is een gelijkenis. Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken in grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. De rijke man was heel erg blij. Hij had veel voortgebracht in overvloed. Dus. Heel verheugd, heel gelukkig. Zijn ziel was heel blij. Dus zag hij tegen zichzelf: Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan en verzamelen. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: En hier komt het punt. En ik zal tegen mijn ziel zeggen. Kijk, de rijke man, nadat hij veel had verdiend, meer dan hij tot dat punt had verdiend, sloeg hij, uh, verzamelde hij alles op in zijn schuren. Hij, hij plande om dat te doen en hij zei, ik zal tegen mijn ziel zeggen. Dus zijn geest zei tegen zijn ziel. Zijn intelligentie zei tegen zijn ziel. Zijn intellect zei tegen zijn ziel, tegen zijn hart. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Veel goederen? Voor veel jaren, veel jaren. Neem rust, eet, drink, en wees vrolijk. Dat is het verhaal van de ongelovigen, van de rijken, van degene die voorzien is, van de armen, de armen die alleen maar denkt aan rijk worden de rijke die alleen maar denkt aan meer en meer geld verdienen dat is de realiteit dat is het verhaal van de mensheid de geschiedenis van elk persoon die niet zijn ziel waardeert die alleen maar aan denken is aan zijn lichaam die alleen maar denkt aan het voldoen van de begeertes van zijn lichaam en zijn ziel Fitness, merkkleding, dure auto's, huizen, rijkdommen, juwelen, echtgenoten, vrouwen, kinderen. Kortom, alles wat de wereld biedt, alles wat de wereld biedt, alles voldoet alleen maar het lichaam. En de ziel. Wat biedt de wereld voor de ziel? Het vlees, de ziel beter gezegd, het lichaam, wordt, voldo wordt voldoen in de kleinste details. Toch? Het gehele lichaam wordt behaagd. Alle aandacht wordt gegeven aan het lichaam. Plastische chirurgie, dure juwelen, geld, lekker eten, overvloed, voorspoed, ijdelheid en de ziel. Hoe zit het met de ziel? De rijke man zei tegen zijn ziel: kijk, u hebt vele goederen liggen voor vele jaren, hoeveel jaren? 60, 70, 80, 100 jaar? Zou dat de ouderdom garanderen voor hoe lang? Zou het de oude tijd garanderen voor hoe lang? U die nu naar mij kijkt, denkt misschien: kunt u met geld uw oude dag in gezondheid garanderen? Ik betwijfel het. Een goede oude dag? Ik betwijfel het. Een oude dag met vrede? Ik betwijfel het. Een oude dag waarop u uw ziel, de begeertes ervan, de verlangens ervan, de rijkdommen of de armoede ervan, maar u denkt alleen aan het fysieke gedeelte, het materiële gedeelte. Maar hoe zit het met uw ziel? Uw ziel. Wanneer het uw lichaam verlaten, waar zal uw ziel naartoe gaan? Die Jezus zei: wat baat het om de gehele wereld te winnen? En uw ziel te verliezen. Dus de mens strijdt om van alles te winnen en te veroveren voor zijn lichaam. En absoluut niets voor zijn ziel. Helemaal niets. Laat zijn ziel hongerig, wanhopig, verloren. Heeft u daar aan gedacht, beste vriend en vriendin? Kijk naar uzelf. Kijk naar uzelf. En je denkt: wij spreken veel over de ziel. Want vandaag hebben wij de diensten voor de kostbare ziel met het avondmaal. De dienst van tien uur hebben we al gehouden. De dienst van drie uur zal zometeen plaatsvinden. En er is nog de dienst om half acht s avonds. En waarin wij ook het heilig avondmaal zullen dienen. En deze dienst is speciaal gericht op de ziel. Met uitgebreide boodschap over de ziel. En we zullen ons toewijden om alles aan u te geven wat God ons gegeven heeft. Dus kom op tijd zodat u aan de gehele dienst kan deelnemen. Misschien denkt u. Ah, ik weet het niet. Ik weet niet of ik vandaag wel naar de kerk zal gaan. De pastoor wil dat ik zal komen. Beste vriend en vriendin, let heel goed op. Ik zal heel duidelijk en direct met u zijn: God heeft u niet nodig. De kerk heeft u niet nodig. U heeft de kerk nodig. U heeft God nodig. Denk goed na. Kijk naar uw leven. Kijk naar uzelf. Wij hebben dagelijks verschillende getuigenissen getoond. Van wat God gedaan heeft. Door middel van de prediking van zijn woord. Door middel van het onderwijs van zijn woord. Als u het wilt, dan dient u te komen. U dient zelf de stap te zetten en te komen, zodat u dan uw ziel gered kan hebben voor alle eeuwigheid. Als u het wilt. Maar wij hebben u niet nodig. Wij hebben u niet nodig. Ik ben al gered. Het gaat goed met mij. Het gaat goed met mijn gezin, behalve sommigen die zich nog niet hebben bekeerd. Maar ik zal niet sterven, gekweld vanwege hun. Nee, zij kennen de waarheid, dus zij moeten zelf de stap zetten. Het is hun probleem. God heeft ons niet nodig. Wij hebben Hem nodig. Denk niet dat als u naar de kerk komt en zoekt naar de behoudenis van uw ziel, dat uw God een plezier doet. Absoluut niet. Helemaal niet, beste vrienden en vrienden. Ah, ik ben al van de kerk geweest. Het ging zo goed met mij. Ik ben afgedreven, ik ben daar naartoe gaan, daar naartoe gaan. Maakt niet uit wat de reden is. Als u bent afgedreven, bent u afgedreven van God, niet van de kerk. De kerk is aanwezig, de geestelijke kerk. Wiens hoofd de Heer Jezus is, wie aan die kerk behoort, wie van God is, wie een kind van God is, wie de Heilige Geest heeft, zit in het lichaam dat het geestelijke kerk is. Maar de institutie, universele kerk van Gods Rijk of welke andere geloofsgemeenschap is ook open, om aan u te geven wat God ons gegeven heeft. De kerk van de Heer Jezus. De institutionele kerk is zoals een ziekenhuis. Voor degenen die verwond zijn, geestelijk. Het is een eerste, eerste hulppost voor degenen die God nodig hebben. Maar als je aan het gekweld wordt door problemen gaat, maar u wilt niet komen, dan is het uw probleem. U doet ons niet op gunst door naar de kerk te komen. De kerk zal open blijven voor de dorstigen, voor de hongerigen. Voor degenen. Die, die niet de vervulling van hun begeerte zoeken, die niet de vervulling van hun ziel zoeken, nee, voor degene die de behoudenis van hun ziel zoeken. Maar de mensen, helaas, denken dat als zij naar de kerk komen, veel mensen, niet degene die af van God zijn, maar degene die naar de kerk komen, komen soms met zo'n traagheid, met tegenzin. Waarom? Omdat zij denken dat zij God een gunst doen. Zo, wat een onwetendheid. Wat een onwetendheid. Net als de gelijkenis van deze rijke man. Hij had, zijn land had veel voortgebracht in overvloed. Dus hij zei: Ah, zo wonderbaarlijk. Waar ga ik al mijn vruchten kunnen opslaan en al mijn goederen, al mijn winst? Ik heb een idee. Ik ga het volgende doen. Ik ga de schuren die ik heb, ga ik afbreken. En ik ga nog grotere maken dan die ik al had. Om daarin al mijn schatten, al mijn winst op te slaan. En ik zal tot mijn ziel zeggen. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel... U hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, kijk. Neem rust, eet, drink. En wees vrolijk. Geniet, vermaak jezelf. Maar God zei tegen hem: dwaas. Wanneer de persoon op deze wijze denkt, dan is die persoon dwaas. Wanneer de persoon op deze manier handelt, dan is die persoon dwaas. In deze nacht, zei God, zei God tegen deze man: In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Welke garantie heeft u dat u morgen in leven zult zijn? Welke garantie hebben wij? Dat wij morgen levend zijn. Dat wij over een aantal uren nog levend zullen zijn. Bijvoorbeeld, ik ben aan het plannen om vandaag met jullie te zijn in de Tempel van Salomo om zes uur sfeers. Maar dat zijn mijn plannen. Ik zal daar zijn. Als mijn Heer mij niet promoveert of mij niet komt ophalen en mij promoveert. Om te sterven en met Hem te zijn voor eeuwig. Maar ik weet het niet. Wie kan mij garanderen? Alleen God. Maar één ding weet ik wel: dat als ik hier in leven ben, zal ik een dienst houden om zes uur in het Tempel van Salomo, een deelnemend Heilige avondmaal, aan tafel zitten met de Heer, samen met jullie, in het Tempel van Salomo. Zes uur avonds, in Brazilië. Maar zo niet. Dan zal ik ongetwijfeld zijn gepromoveerd. En God zij dank daarvoor. God zij dank. Maar zolang ik hier op aarde ben, in deze wereld, zal ik strijden voor degenen die willen, voor degenen die dorst en honger hebben naar gerechtigheid. De Heer die Jezus zei: Zoek de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is is de missie van degene die het evangelie verkondigen, de mensen zoeken die oprecht zijn, die gedesoriënteerd en verloren zijn, degenen die zoeken naar de behoudenis. Dus voor deze mensen ben ik aan het werken. Ik weet niet wie ze zijn, maar degenen die deze dorst hebben en die gevonden zullen worden, behouden zullen worden. Dezen, God zelf zal ze brengen, om de werk in hun te doen. Ik ben hier ter beschikking, dus beste vriend en vriendin, u doet mij niet een gunst door naar de kerk te komen. U doet mij niet een gunst door uw tienden en offerandes te geven, nee. Met uw tiendes en uw offerandes, of zonder uw tiendes, zonder uw offerandes, er zal geen verschil maken in het werk van God. De pastors zullen blijven leven. Ze zullen hun deel hebben. Wij allen zullen blijven doorleven. En de wil van God doen. Maar als u hetzelfde zal hebben, dat weet ik niet. Dus laat één ding duidelijk zijn: wees niet traag. Doe niet. Hardnekkig. Uw, uw ziel is degene die de behoudenis nodig heeft. Niet mijne. de uwe. Dus alstublieft, denk na. Gebruik uw verstand alleen een beetje. Gebruik uw intellect alleen een beetje. In plaats van voelen, we, wel of niet, je gehoor geven aan de stem van uw hart. Uw hart zal u leiden naar de, de hel, beetje bij beetje. U, die al een stukje van de hel hebt geleefd. Het is uw hart die dat heeft gebracht. Weet u waarom uw hart dat doet? Omdat u niet toeliet dat de Heilige Geest u leidde. Omdat u niet toeliet dat de Koning van het Koninkrijk van God uw leven leidt, heerst in u. Uw ziel leidt, uw leven leidt. Wanneer ik zeg ziel is leven, leven is ziel. Leven en ziel in de Bijbel komen met elkaar overeen. Dus u heeft dat niet toegelaten, zodoende zult u blijven doorleiden. Uw probleem is niet gebrek aan geld of gebrek aan werk of huis of eten. Nee, het probleem zit in uw binnenste. Want de dag waarop uw ziel God zal vinden, klaar, afgelopen, u zult een nieuw schepsel zijn. En u zult zijn begeleiding ontvangen om geleid te worden naar de grazen groene weide. Zo niet, zult u verloren en gedesoriënteerd zijn. Misschien zoals een schaap die vastzit in de dorens van de woestijn, zonder te weten, zonder te kunnen ontsnappen en zonder zijn bestemming te kennen. Misschien bent u die persoon. Als u onze hulp wilt. als u werkelijk. dorst hebt. om een ontmoeting met God te hebben. u voelt zich verloren. u heeft gebeden, God help mij. geef mij verlichting. ik tracht dit te doen. als u accepteert. dan zult u behouden worden. u zult komen. en u zult behouden worden. dat is de realiteit. en kom niet met het verhaaltje. Ja, ik hoef niet naar de kerk te gaan om geloof in God te hebben. Goed. U hoeft niet naar de kerk te komen. U kunt een ontkerkelijk persoon zijn. Maar ik vraag, u waarom heeft de Heer Jezus de kerk gesticht? Vraag het uzelf af. Was het hiervoor? Heeft hij de kerk geschapen? Om het leeg te behouden? Nee. Hij heeft de kerk geschapen om. Degenen die dorst en holler naar gerechtigheid het hebben, te voeden en bijeen te zamelen. Om hen te stimuleren, zodat zij geleid worden naar de grazige weiden. Dus kom niet met die gedachte van de duivel: dat u een grote gunst zult doen als u naar de kerk gaat. Ah, ik moet naar de kerk gaan. Mijn verplichting nakomen. Doe dat niet. In de UKGR hebben we dat niet nodig, beste vriend. Wij nodigen de mensen uit om de hongerigen te doen komen, de dorstigen, naar gerechtigheid. Daarom doen wij het, daarvoor zijn wij geroepen. Dus wie wilt, komt. Wie niet wilt, helaas. Als er één persoon komt, God zij dank. Als er niemand komt. Maar wij zullen daar onze familieleden hebben. Toen ik in de kerk begon, beste vriend en vriendin, waren er twee of drie mensen. Zo was het. Weinig mensen. Maar het woord van God maakt het verschil. En vandaag zijn wij wij in de gehele wereld, over de gehele planeet. Waarom? Weet je waarom? omdat het woord van god niet leeg terugkeert. Die twee of drie mensen die in het begin naar de kerk kwamen hebben zich vermenigvuldigd. Verduizendvoudigd. Ze zijn hier door de hele wereld. Als u het wilt. Zijn wij met onze deuren geopend. U bent van harte welkom. Als u niet wilt, helaas. Sorry. Dat ik zo laf. Weet je waarom? Omdat ik voel dat de mensen zo. De mensen zijn intelligent, maar het ontbreekt hun aan gebrek aan juiste inzicht. Ze hebben niet de juiste inzicht voor hen. Hoewel zij. Wel intelligent zijn, zelfs afgestudeerd. Zij geven gehoor aan de stem van het hart. En het is de stem van het hart die huwelijken, duizenden, uh, trouwen met één gaan niet goed, trouwen met ander gaan niet goed, trouwen met die ander gaan niet goed. Trouwen scheiden, trouwen scheiden, trouwen scheiden. Soms blijft de persoon met één, twee, drie mensen en blijft alsnog leeg, blijft nog steeds leeg. En onvervuld. Heeft duizend vrouwen, duizend mannen. Maar blijft leeg. Al het geld van de wereld. Maar blijft leeg. U heeft van alles. U zegt tegen uw ziel: Ziel, we, we hebben nu van alles. Eet, drink, geniet. Tussen twee haakjes. Wees heel gelukkig. Vermaak jezelf. Maar God. Zei tegen die man: In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u hebt gereedgemaakt. En wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem, concludeerde Jezus. Zo is het met hem, die voor zichzelf schatten verzamelt. Schatten voor zichzelf verzamelt. En niet rijk is in God. Vandaag. Wij de dienst van een kostbare ziel. Om drie uur s middags nog en om half acht s'avonds voor de zielen die zich willen onderwerpen aan het woord van God. In elke vestiging van het UKGR hulpcentrum hier in Nederland. Groningen, Almere, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Eindhoven en Zoetermeer. Wij zullen deze dienst hebben voor degenen die willen komen. Goed, ik zal hier blijven en morgen zal ik weer terugkomen, als God het wilt. God zegen jullie allen in de naam van de Heer Jezus. Amen.